Een hele goede dag. Ik zit hier met mijn collega Marcel van der Tocht. En buiten het feit dat hij collega van mij is bij Leeuwendaal als trainer en coach, is hij ook voormalig bondscoach van het Nederlands zwemteam. En daarnaast heeft hij, we zitten nu aan de Noordzee, ook hier even de overkant aangetikt. Toch? Je bent naar Engeland gezwommen ooit, hè? Ja. Ja, dan wel het smalste stukje tussen Engeland en Frankrijk. Maar dat was inderdaad in 2011 een van mijn ambities die gerealiseerd is. Jij deelde net de lessen die jij leert bij het trainen van Maarten van der Weijden. Om de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen. 200 kilometer maar liefst. En de lessen die jij daar leert, die kan je ook in organisaties gebruiken. Wil je daar iets over delen met ons? Ja, absoluut. Wat je ziet in organisaties is dat elk jaar er plannen zijn, ambities, die vertaald zijn in een jaarplan. Maar het starten daarmee, dat lukt altijd. Het afronden van onderdelen daarvan gebeurt wat minder consequent. En eigenlijk zie je heel vaak terug dat het evalueren minimaal is. Maar dat maakt ook dat daardoor ervaringen vanuit het verleden die minder succesvol waren, dat die ook vaker terugkomen. En dat is jammer. Want als je die ervaringen vanuit het verleden meer een plek zou geven vanuit die evaluaties, dan ben je ook in staat om weer de goede dingen eruit te halen en het door te vertalen naar de toekomst. En ben je in staat om een aantal van die mindere ervaringen om die om te zetten in een succes. En dat is wat ik de afgelopen periode jaar in jaar uit gemerkt heb, zowel in de organisaties die dat omarmd hebben, als met de zwemprestaties van Maarten die grensverleggend zijn. En als begeleidingsteam hebben we mensen met expertise op deelgebieden en ieder op zijn gebied laat ze meerwaarde zien door op de momenten dat het nodig is naar voren te stappen en de anderen accepteren dat en die maken een stapje terug. Omdat ze weten dat uiteindelijk die meerwaarde doorslaggevend kan zijn voor het succes wat we met elkaar beogen. En dat is een belangrijke les. Mooi. En het allermooiste vond ik toen we dit aan het bespreken waren, dat we kwamen op twee dingen. Eigenlijk evaluatie is key. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast dat als je aan het evalueren bent, dan moet je het altijd blijven linken aan de prestaties die je wil gaan bereiken. En daarin concludeerden we, er is geen falen. Ook niet als je niet die Elfstedentocht kunt zwemmen. Maar alleen feedback om het volgende keer weer net even wat beter te doen. Ja, en nieuwsgierigheid is het sleutelwoord. En blijven leren is datgene waar je dan in terecht komt. En dat maakt het bijzonder interessant, maar ook heel uitdagend. Mooi. Nou, maak er een uitdaging van vandaag en kijk eens even terug naar welke feedback jij kunt halen om nog beter te presteren morgen.